Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met vandaag de Dode Draad. Hier zien we een klein stukje van de Dode Draad. Deze hier bij Klingen is door de Belgen nagebouwd. Maar tijdens de oorlog liep de draad helemaal langs de Nederlands-Belgische grens. De middelste draad, dit is de gevaarlijke, stond 2000 volt. En als je die aanraakte, was je wel heel erg dood. De Dode Draad werd die genoemd. De versperring waar stroom op stond. In het voorjaar van 1915 door de Duitsers aangelegd. Om te voorkomen dat wie dan ook, zonder hun goedvinden, de grens met het neutrale Nederland zou oversteken. In de eerste maanden van de oorlog namen de Duitsers al maatregelen. Er kwamen schildwachten en prikkeldraadversperringen langs de grens. En diverse bruggen bij de grens werden opgeblazen. Deze afsluiting moest spionage tegengaan, smokkel voorkomen, post en kranten weren. En vooral ook tegengaan dat Duitse deserteurs ontvluchten. En wat heel belangrijk was voor de Duitsers, veel jonge Belgen wilden alsnog via Nederland en Engeland naar de oorlog gaan om zich bij het leger te voegen. En die wilde men vooral tegenhouden. Al snel werden niet alleen de wegen versperd, maar de hele grens met Nederland. Van Limburg tot aan het strand boven Knokke. Bij de aanleg ging men rigoureus te werk. Er werd een strook van 30 meter vrijgemaakt. Bomen werden gekapt en soms werden zelfs huizen gesloopt. En vanaf april 1915 installeerden de Duitsers een elektrische draad. Ook in Koewacht werd den elektrieken draad, zoals hij in Zeeland werd genoemd, neergezet. Het dorp waar de grens dwars doorheen loopt, werd daardoor in tweeën gedeeld. Koewacht was een bijzondere situatie, omdat hier achter mij, waar u het verloop van de draad ziet aan de hand van die speciale tegels, hier was een poort geplaatst. En die poort die was er om de Nederlandse katholieken op zondagochtend naar hun kerk op het Belgische gedeelte te laten gaan. Om 9 uur moesten ze hier verzamelen. Onder leiding van de kapelaan mochten ze dan naar de kerk, maar onder bijzondere voorwaarden, er mocht geen contact zijn. Dat gebeurde wel, met briefjes onder de stoelen. En die werden dan later door de Belgische familieleden werden die er onderuit gehaald. Duitsers hadden het in de gaten. Dus in januari 1916 is hier de poort ook definitief gesloten. Hoewel deze foto een reconstructie is en het slachtoffer niet echt overleden, vielen er met name in het begin flink wat doden. Elektriciteit was namelijk iets nieuws. Dat was ook het gevaarlijke en het bijzondere van deze draad. Vandaar die naam Dode Draad. Men kende geen elektriciteit. Elektriciteit was niet te zien. En dus dacht men, het is niks en probeerde toch door die draad te komen. Met als gevolg heel veel slachtoffers. Met name kinderen die ook bij de draad speelden. Maar ook deserterende Duitse soldaten werden het slachtoffer. Evenals Nederlandse militairen die in de duisternis wachtliepen. En Zeeuwse smokkelaars. Want door de oorlog en de gesloten grens ontstonden natuurlijk grote tekorten aan eerste levensbehoeften in België. Smokkelwaar was natuurlijk meer dan welkom in België en de smokkelaars verdienden er ook goed geld mee. Het ging om zaken als eten, zeep, olie. Later kregen de Zeeuwen zelf er wat meer problemen mee, omdat deze goederen ook in Zeeland schaars werden. Hoewel smokkel aan beide kanten van de grens verboden was en bestreden werd, hielpen Duitse soldaten en zelfs officieren wel eens mee. En ook aan Nederlandse kant werden grensbewakers omgekocht om een oogje dicht te knijpen. Maar de draad moest ook spionnen tegenhouden. Want spionage was tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijk wapen. Alle strijdende landen gebruikten ook het neutrale Nederland en met name het nabijgelegen Zeeland voor deze activiteiten. Spionagenetwerken van beide partijen brachten hier de strategische plekken en de verdedigingswerken in kaart. Het was immers niet uit te sluiten dat de strijd zich ooit naar Zeeland zou kunnen verplaatsen. Hier in Vlissingen werd bijvoorbeeld nog in 1916 een omvangrijk spionagenetwerk opgerold. Maar naast buitenlandse spionnen waren er ook Zeeuwen die spioneerden. Zo kropen zij bijvoorbeeld door de grensversperring om voor de Engelsen in België verblijfplaatsen van Duitse troepen te lokaliseren.
Geschat wordt dat de elektrische draad bij de grens met Zeeuws-Vlaanderen ongeveer 100 dodelijke slachtoffers heeft veroorzaakt. Pas eind oktober 1918, toen de Duitsers verdreven werden door oprukkende Belgische troepen, werd de stroom van de dode draad gehaald en kon men weer zonder gevaar de grens oversteken.